Ja, dat deed je dan. Ze moeten wel nou elke keer op corrigeren, anders gaan ze die stappen. Volgens dingen geschreven, ik ga het weg. Nee. Ik weet niet, ik weet niet hoe ik moet komen, maar ik weet niet of ze het niet doen. Als die omdruk is, dan die knie dan los. En ik heb het van de school of mijn kaart. Dat is heel moeilijk om te zien, het is wel van niks af. Het is ook moeilijk dat je weer voorwaarts en dan hebt, dan ga je weer terug op stap. Ja. En als je dan die stap goed hebt, dan ga je daarmee naar het draf. Nou ja, en dat verkocht ik wel. Maar voor je week? Ik ga een boeletje gestopt. Moet je dat gewoon recht stellen op twee teugels? Zo ja. Ja, en dan is het zo. En dan kan je niet. Ja. Ja, goed zo. Nou, zal het wel blijven controleren dat jij je been aanlegt of er iets gebeurt, hè? Ja, dat is net zo'n dag gedaan. Ja, dat is net zo'n dag. En dat 100.000 keer herhalen. Dus dan ga je weer terug op de stap, je hebt je been weer aan en je kijkt of je er iets van begrepen heeft. Dus probeer ik die communicatie op te bouwen dat je elke keer herhaalt. En net zoals je blijft niet in het leven, en voor zijn eerst drie. Nee, fout opnieuw, en voor zijn eerst vier. Nee, fout één voor zijn drie. En dan is het lang mijn vraag. Hoe je doet, wat je hebt gedaan, over zijn heen, maar dan kan die golven. Ja, maar je moet dat wel blijven herhalen, vandaar de duidelijkheid te krijgen van oké, een week is twee. Dus een week is ervoor. Altijd. Goed zo. Dat is dan heel mooi, hè? Dat water, dat gaat inderdaad best zo. Maar ik vind dat het nu een stap aan lukt, hoor. Het zijn vader die dat ze een beetje overdoen om dat stukje goed te krijgen. Ja, hij zit niet zo wel. Het is eigenlijk natuurlijk ook dat andere een beetje zichzelf aangeleerd. Dus om nu weer uit te lopen krijgen, dat duurt even. Dat is een beetje zo oud. Ja, goed zo, Sanne. Nee, ze net is Oh, wat is dat weer recht aan de zet? Goed, dan doe je vaak je schakelen en dan kom je straks van H1 schouder binnenwaarts en dan EF van half schouder. En dan moet je dan het verstand en dan de patiënt. Misschien moet je het wel een keer doen. Als speelt. Dat is wel een beetje 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 Sorry, ik heb een lekker test voor een zwaar. Dit is niet zo. En wat wil je doen? Nou, dit ging eigenlijk wel. Nou, dat is niet. Ik had op een gegeven moment zoiets zo. En daar staat hij niet daar, maar ik had zoiets van die kant op. Wat die kant op. Doei. Hallo? Als jij schouder binnenwaarts doet en hij gaat zo met je hand in jouw rechterteugel, wat gaat dat doen met jouw schouder binnenwaarts? En hoe krijg je hem dan nog weer op die lijn daar? Dus jij krijgt hem niet van de rechterkant af dan waarschijnlijk. Ja, die stil. Als je dat ja, dat is best wel heel eindig. Daarom ging ik hier aan. Ik wilde zien hoe jij in één keer bent. Dat is voor wit. Maar je moet hem nog altijd van de buitenkant af kunnen halen om zeg maar naar de overkant te nemen. Dus als hij even schouder binnenwaarts gaat leunen in jouw buitenteugel, ja, dan ga je zo van halve bocht draaien en dan val je hier naartoe. Dan krijg je een mooie. Nee, ik haal dat ook niet om F zeg maar te komen. Ik maar ja, gelukkig is natuurlijk ook een stukje van niet. Ja, omdat hij naar daar valt. Ja. Dat is wel heel veel. Ja. Ja.
We kunnen niet. We kunnen niet. Bijen. Ik ook niet. Ik vind dat we hebben ook bijen nog. Ik zet ze de beul al uit. Oh, zo. Dit is heel erg uit de draad. Testen, Sanne. Voor zo'n grote hulp had je harder moeten gaan. Zorg dat je die afstemming duidelijk hebt voor jezelf. Oké, klein hulpje mag het een beetje zo doen. Iets grotere hulp is aandragen, nog iets grotere hulp is hard dragen. En als jij een grote hulp hebt gegeven, dan is een beetje aandragen dus niet meer genoeg. Een keer afwenden naar de X-toe, Jeanette. En hand houden. En weg. Weg, weg, weg. Kom. Ja. Dat is niet zo best, hè? Nee, dat is dus waarschijnlijk een stuk wat ontbreekt aan je hand en je achterwaarts. Aan voet naar voren blijven denken in dat soort dingen. Goed, Susanne. Goed zo. Die balans is veel beter. Goed. Linkerbeen, echt linkerbeen, ja. Weer recht naar voren voor je linkerbeen, Sanne. Niet te zuur. Ja, zo ja, goed zo. Goed, en dan wel kijken of je linkerhand misschien iets kan openen om die stelling en buik wat uit te halen. Ja. Goed. Weer groeperen. Zullen we ons iets meer op maat? Nou, was hij links achter weer onder, dus ja, dat was wel goed. En daar stond hij links achter zelfs meer onder, dus dat was wel goed. Maar hij ging ook gelijk weg in groep, hè? Dus je ziet ook dat hij dan heel erg voorwaarts denkt. En weg. Weg, weg, weg. Ja. Oh, even aan de linkerkant ook weer sneller maken. Sanne, dan spreekt hij de verkeerde galop aan. Dus in plaats van een normale galophulp te geven, moet je eigenlijk alleen maar aan de binnenkant willen sneller maken, dat je voelt dat de binnenbenen beginnen te galopperen. Ja. Dus niet een gewone galophulp doen als je zo naar binnen zeilt. En dan krijg je dus dat je je buitenbenen gaat galopperen, dat die helemaal valt en dat je daar dan naar buiten kan gaan. Ja! Ja! Ja. Zeg ze maar, moet ik omhoog? Moet ik liggen? Nee, dat moet. Ah, wat je hoor, blijf naar voren, blijf zelf naar voren denken. Ja, goed, praat! Ja! Daar stond hij erbij. En let op dat je zelf in je hals al denkt dat ik zo roep van naar voren. Ja, goed. Dank u. Dat hoor ik wel eens van. Komt hij eraf? Komt hij eraf? Dat is voetje per voetje. Vind je niet goed? Nee. Nee, ja, maar anders dan is het een race. Nee, maar het is niet diagonaal. Oh, het is fout. Eén voet vol, ja. Ja. Het is, ja, goed, Susanne. En nu hetzelfde in geloof. Die binnenkant sneller maken. Recht naar voren willen. Recht naar voren met die binnenkant. Niet het hoofd naar buiten trekken, maar de binnenkant sneller maken. Ja. Binnenkant sneller. Ja, goed. En weer, binnenkant sneller. Binnenkant sneller. Binnenkant sneller. Binnenkant sneller. Binnenkant sneller. Dat moet beter. Ja, weet niet waar je dus, ik kan me wel voorstellen dat hij de klop terughoudend wordt, als hij het gevoel heeft zo erg te vallen. Ja. En dat is natuurlijk geen fijn gevoel, dus dan gaat hij daardoor een beetje inhouden. Dus op het moment dat hij voelt dat als hij met de kou komt, dat hij dan makkelijk weg en voelt hij dan, gaat hij makkelijk nog halteren schijnen. Dus doe in je galop niet te veel vol dus, maar doe elke keer een stukje recht door. En als je recht hebt, heel klein beetje draaien, weer recht door. Dat je niet te veel op de volte kan blijven vallen, want dan heb je gewoon geen lang genoeg stuk recht door voor een recht te krijgen. Kijk, in de trap heb je dan iets lager tempo, dan lukt dat al wel. Maar in de galop zit, is je tempo te hoog, een beetje snel door de bocht heen naar de volgende kant alweer. Dus dan kan je beter een lange zijde nemen. Goed, Jeanette. Die koe bed.
En doe het gewoon. Dus dit kan zo even mijn hand houden en dan weer even kijken naar die achterzand. Ja, we zijn heel blij dat je eens gekeken hebt. Ik ben speciaal met een foto. Hij heeft hier de kant. Hij heeft een goed gezicht. Ja, heel goed gezicht. Ja, maar echt. Dat gebeurt voor mij niet meer. Hier. Ja, oké. Hier ook, voor de eerste keer denk ik van mij. Ik heb alles gezien. Moet daar je huis laten. We zijn. En dan moet je niet aan de tuin. Dat is al mooi wel hoor, schaam. Die schaam. Ik zei net tegen hem, je moet die doen, dat ik je weet. Ja, maar je helpt hier met je achterkeugel zo begrenzen dat je iets geeft. Je hebt ik vind het wel een spanning hier. Wil jij je kip al?